Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Stal Shinoda vlog. Hoi, leuk dat je weer terug bent. Zoals jullie weten heeft Estelle van de zomer heel veel vakantieavonturen beleefd. We zijn naar Zeeland geweest, naar het strand, maar we zijn ook nog naar Spanje gegaan. En je raadt nooit wie we in Spanje tegenkwamen. Sinterklaas en een paar zwarte pieten. En we hebben eventjes met Sinterklaas gebabbeld, want die vond het wel heel erg leuk wat wij voor de kinderen deden op Stal Shinoda. Terwijl wij in Spanje waren samen met Estelle, toen hebben we ook een aantal zwarte pieten gesproken en we hebben het uitgelegd wat wij willen gaan doen dit jaar met Sinterklaas op Stal Shinoda. En dat is een surprisemiddag houden. Jullie gaan loodjes trekken, zodat je voor elkaar een cadeautje maakt met een surprise eromheen en natuurlijk ook een leuk gedichtje erbij. En jullie hebben van Ivanka een brief gekregen waarop je jezelf in kan schrijven. Je moet dit briefje met je naam, je leeftijd, een wens wat voor cadeautjes je heel graag zou willen, plus €2,50 in een envelop inleveren voor 9 november. Wil je nu graag meedoen en heb jij alles ingeleverd bij Ivanka, moet je ook nog even je naam schrijven op de lijst die hangt in de zadelkamer. Zo kunnen wij controleren of iedereen ook echt daadwerkelijk ingeschreven staat. En wij gaan een week later, als het goed is, dan de loodjes trekken, zodat jullie weten voor wie je een cadeautje en een gedichtje moet maken. Nu vertelde Sinterklaas ook tegen mij dat hij het echt enorm druk heeft natuurlijk die dagen. Dus heb ik van hem deze pet meegekregen. En ik ben op die dag dat jullie surprise hebben, ben ik een beetje de hulpsint. Want de surprisemiddag gaan we doen op zaterdag 30 november. 'S middags vanaf een uurtje of 2:30. Dus zorg ervoor dat je dan op tijd aanwezig bent. Maar nu komt het leukste. Want vorig jaar hebben jullie allemaal super lekkere dingen meegenomen. Zoals een cake of een taart of lekkere worstenbroodjes. Mag natuurlijk ook. Nu zou het natuurlijk heel leuk zijn als jullie dat weer doen. Hè? Dus kijk de papa's en mama's lief aan. Oma's kunnen tegenwoordig ook heel goed appeltaarten bakken, geloof ik. Dus ga lekker wat leuks maken. Terwijl wij met Sinterklaas aan het praten waren, Estelle en ik, hebben de zwarte pieten alvast gekeken in het boek van Sinterklaas. Want Sinterklaas schrijft daar natuurlijk heel veel dingen in op. Stiekem kijkt hij ook wel eens met jullie lessen mee. Dus het kan zomaar zijn dat Sinterklaas heeft gezien dat jullie toch niet altijd heel erg goed luisteren. Ik zou er nu maar voor zorgen dat jullie vanaf vandaag elke les heel goed naar ons luisteren. Super lief zijn natuurlijk. Dat jullie heel mooi rechtop zitten. Je ellebogen mooi in een hoek hebben, je hakken naar beneden. Maar het allerbeste wat je kan doen is natuurlijk plezier hebben in het paardrijden. Dus altijd op je pony zitten met een grote lach. Dan gaat de helft al vanzelf. Hey Pieter, wat leuk dat jullie op stal zijn geweest vandaag. Ik hoop dat jullie goed hebben gekeken, zodat je ook weet wat de kinderen hier op stal allemaal doen. Wat ze goed doen, maar natuurlijk ook wel een klein beetje naar wat ze toch nog niet helemaal goed doen, hè? De verbeterpuntjes. Vonden jullie dit nou ook zo'n leuk filmpje? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer jezelf op dit YouTube kanaal. Tot de volgende keer!